Nou, meneer Itmans, er is nog één deur over. Dus er is eigenlijk niet heel veel te kiezen. Ik zou zeggen, bel aan. Zeker. Moet Nederland meer mensen opvangen uit vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos? Veel mensen vonden van wel nadat vorig jaar brand uitbrak in het kamp. Het kabinet besloot om 100 vluchtelingen naar Nederland te halen, van wie 50 kinderen, maar die moesten dan wel jonger zijn dan 14, rechtshandig en fan van Ajax, Feyenoord of Heerenveen. De omstandigheden in het kamp zijn er niet veel beter op geworden. En de vraag is, moet Nederland meer doen om deze mensen te helpen? Dit is Sanne van der Kooi. Dag Sanne. Hallo. Fijn dat je bent. Je bent arts en je bent een paar keer op Lesbos geweest om daar in vluchtelingenkamp Moria te helpen. Dit is meneer Eertmans van Ja 21. Wat zou u tegen hem willen zeggen? Goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Nou, ik ben dus inderdaad gynaecoloog en ik heb een aantal keer in Moria gewerkt. En wanhoop is wat mij het meest is bijgebleven. Kinderen die zichzelf snijden uit wanhoop. Kinderen die zichzelf eigenlijk willen doodmaken. Ja. Die geen toekomst meer hebben. Nou ja, dan komt Nederland inderdaad met zo'n schunnige deal eigenlijk van... Oké, we kunnen er 100 opnemen. Ja. Terwijl Nederland al klaar staat om 500 kinderen op te nemen... En daar is enorm draagvlak voor. En ik vraag me dan af, er komen nu 2 kinderen. En waarom niet die 500 kinderen? Meneer Eertmans? Ja, ik denk 2 dingen. Je zegt dat die omstandigheden zijn dramatisch. En die hebben we allemaal gezien. Dat vind ik ook. Dus ik zou daar ook bij ons van zeggen... laten we dat op een humane manier daar vormgeven. Waarom moeten kinderen in lekkende tenten slapen en met brand moeten vluchten? Tweede punt is dat je zegt, moeten we die kinderen en die mensen opnemen in Nederland? En dan zeggen wij... Nee, dat klinkt hard, maar dat is niet het eerste land waar ik aan denk. Eigenlijk is elke asielvraag bij ons afkomstig van een land... dat via heel veel veilige landen bij ons terechtkomt. Dus zeg ik van ja, dan moet je daar proberen vorm te geven. Dat lukt niet internationaal. Dat vinden wij ook bij Ja 21 eigenlijk heel erg vermoeiend... dat het zo slecht opgevangen wordt in die regio waar het nodig is. Ja. Maar ja, dat wij dan verantwoordelijk zijn als Nederland voor de situatie... Op de eilanden. Ja, vind we zijn ik, inderdaad mij mede verantwoordelijk. Want Nederland is een rijk land. En ik ben het met je eens dat Nederland is een klein land. Dus ik zeg ook niet dat we al die vluchtelingen naartoe kunnen halen. Die 500 kinderen, daar is plek voor. Ik vind ook dus niet dat iedereen naar Nederland moet komen. Maar ik vind wel dat Nederland als rijk land haar verantwoordelijkheid heeft... om te zorgen voor de mensenrechten, mensenrechten te waarborgen. Want die worden nu grof geschonden. Meneer Eertmans, u zegt wij willen wel investeren in die kampen. Ja, tuurlijk. Niemand wil dat kinderen op een grond... In de modder liggen, dat wil niemand. Alleen, ik ben het niet mee eens. Maar dat gebeurt wel. Ja, nee, dat heb ik al gezegd. Dat moet je verbeteren. Maar jij zegt 500 kinderen opnemen. Ja, dan staan er volgens mij weer nieuwe 500 kinderen klaar op een eiland op Lesbos. Nou, kijk, krijg je het probleem een schrijnend geval. Volgende schrijnend geval? Nou, kiezer zegt luister tegen politicus. Het gaat erover dat, kijk, Griekenland heeft al 1,5 jaar geleden gevraagd aan Europa. Er zijn ongeveer 5000 alleen reizende jongeren in Griekenland. En daarvan heeft Griekenland gevraagd, alsjeblieft Europa, neem er in ieder geval 2.500 op. In Nederland is draagvlak om er 500 op te nemen. Ja. We hoeven het niet te hebben over... ja, maar dan komen er nog meer. Dat is toch altijd zo gebleken? Denk je dat het eindigt bij deze 500? Maar waarom kunnen we niet ja zeggen tegen deze 500? Omdat Griekenland ik dat zelfs daarom onrechtvaardig heeft vind... naar de volgende 500 die klaarstaan. Op een ander einde waarvan jij zegt... ja, daar is ook draagvlak maar voor. Ik ben er zijn het ook gemeentes die zeggen... met bad en brood, we nemen ze op. Ja, ik ben het helemaal met je eens dat we natuurlijk goed moeten nadenken. Want in de toekomst gaan er nog vele miljoenen meer mensen vluchten voor Maar voor nu voor zegt honger u, deze 500 moeten we hier naartoe halen. Nee, maar daar moeten we met elkaar over nadenken. Want we leven in een samenleving met migratie. Dat hoort erbij. Okay. En we kunnen ons daar dat denken wij verschillend over. Gaat u op hem stemmen? Denk het niet. Ja, er zit nog een lichte twijfel. Ja, er zit een enige twijfel. Lees het nog een keer goed. Meneer Eertmans, u mag weer gaan zitten. Dank je wel, Sanne.